Roofvoet is een stadslandbouwproject die groenten kweekt, zaait en oogst op het dak. Vanuit die tuin gaan wij mensen informeren over de korte keten en gaan wij ook duurzame catering gaan doen voor bedrijven en evenementen. Die tuin moet inspireren en we ontvangen hier groepen van 10 tot 50 man voor teambuilding activiteiten rond koken, tuinieren en creativiteit. Ik wil daar een beetje mee weer het plezier in het koken meegeven en zo weer, ja, weer de creativiteit in de keuken terugleggen. We hebben ruimte tekort en we hebben meer groen in de stad nodig. Dus het is voor mij eigenlijk een logische stap om een daktuin aan te leggen. We gaan eigenlijk echt van begin tot einde kijken hoe dat we iets duurzaam kunnen aanpakken. Al onze voeding is vegetarisch, catering, lunches. Dus we hebben een dakschotel, dat is een lunch die geleverd wordt in een herbruikbare verpakking met de fiets. Dus onze producten zijn lokaal, seizoensgebonden. Waarvoor dat ervoor zorgt dat we eigenlijk een heel laag impact hebben qua voeding, voetafdruk. En natuurlijk daarnaast heeft een daktuin ook nog heel veel voordelen voor de stad. Het buffert water, het zorgt voor biodiversiteit, het koelt je gebouw die eronder gelegen is. Dus ja, qua ecologie gaan we redelijk ver. Wat mij opvalt als wij hier mensen over de vloer krijgen, is dat er heel veel enthousiasme is. En ook het enthousiasme dat wij hebben, dat we dat ook ergens uitstralen. Het is niet te onderschatten dat mensen hier zeker geïnspireerd zijn. Er zijn heel veel conversaties die starten die anders misschien niet zouden gevoerd worden. Dus het verbindt zeker mensen, de voeding en dat tuinieren. Het feit dat wij ook een sterk ondernemersverhaal hebben, zorgt er ook voor dat wij hier een heel divers publiek over de vloer krijgen. Wij krijgen bankdirecteurs over de vloer, dat zijn scholen, dat zijn WZW's, dat zijn stadsbesturen, dat zijn de echte ondernemers. Dus dat soort, dat vind ik heel mooi aan Roofvoet en misschien wel het mooiste, dat wij zo verbindend werken en echt een heel breed bereik hebben. En niet één bepaalde niche of één bepaald doelpubliek. Wat daar zeker ook heel belangrijk is, is het economische. Ik denk dat wij onze boodschap veel sterker kunnen uitdragen als wij ook onafhankelijk zijn. Dat wij naar de buitenwereld kunnen aantonen van kijk, dat werkt, er is een markt voor, dus toekomstgericht. Met die dakmoestuin kunnen wij eigenlijk verschillende activiteiten gaan uitvoeren. En die kunnen elkaar ook voor een stukje in evenwicht houden. We zijn eigenlijk een heel jong bedrijf. We zijn in 2015 van start gegaan. Dat is een enorme rollercoaster geweest. We hebben nu onze tweede daktuin aangelegd. We zijn ook al na 2 jaar winstgevend. We willen iedereen die bij ons werkt heel hard engageren en betrekken bij het project. Dus iedereen die bij ons werkt kan ook vennoot worden en aandelen verkrijgen. We zijn een klein team, we zijn nog maar met 4 mensen. Dus sowieso is alles nog zeer menselijk en is er ruimte voor je eigen inbreng om zelf ideeën voor te stellen. En ja, alle regels die we niet nodig hebben en die we kunnen overboord gooien, die gooien we overboord. Dus dat zijn we een beetje aan het uitzoeken. Hoe kunnen we onze impact gaan vergroten, maar niet ten koste van kwaliteit en ons verhaal en onze charme die we moeten blijven behouden. Dus daar zijn we eigenlijk nu op aan het inzetten om onze kennis nog verder uit te bouwen en die tweede wereld in te sturen met hetgeen dat we doen. We zijn wel ambitieus en willen wel die impact gaan realiseren, maar op een decentrale manier. Ik denk voor ons in een ideale toekomst dat we, als we naar de kaart van België kijken, dat we op heel veel steden Roofvoet daken zien waar dat mensen bezig zijn met het kweken van groenten,